Oh my god. Wat deed ik hier? Jongere mensen, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Gamesview. En in deze video gaan we een keer naar een stad landen waar ik eigenlijk bijna nooit land. En dat is Pleasant Park natuurlijk. Deze stad is natuurlijk ook gewoon super dope om te landen. Gewoon goede loot natuurlijk. En de bus ging er net overheen. Dus hopelijk landen er wat meer mensen. Ja, ik zie wel een paar mensen. Kijk, dat is leuk. Ik hou natuurlijk altijd van die actie. Dus we gaan natuurlijk dit potje solo's proberen te winnen natuurlijk. Met de Raptor skin natuurlijk. Hij is super dope. Ik heb deze skin al best wel lang. Ik vind hem ook zeker gaaf. Zeker met die nieuwe Viking cape op de background. Of op de rug bedoel ik. Want kijk dan, het past zo erg bij dat bondkraag. Het is echt sick. Dus... hey, daarom heb ik deze lekker achterop zitten. Het is super dope. Ik vond het wel, wel geinig eruit zien. Dus hey, ik vind deze skin combinatie wel weer leuk. We hebben één groene pistol, kijk eens aan. Een pump, dat is wel wat lekkerder. Hoppa, oké, let's go. Oeh, een tech. Een groene tech kan ik echt niet achterlaten, jongens. Ik weet niet. Ik weet nooit echt wat ik moet gebruiken. Pump en dan een pistooltje of een SMG. Of een tactical. Ik weet het nooit echt. Ik vind het allemaal een beetje moeilijk kiezen, zeg maar. Ja, er is trouwens natuurlijk ook gisteren een nieuw... wapentje, dat is die niet. Een nieuwe SMG in de game gekomen. En dat is de Suppress SMG, maar dan zonder suppressor. En hij is behoorlijk sterk. Dus hey, ik hoop dat we dat ding misschien ook nog kunnen vinden in deze video. Dat zou ook wel even lekker zijn. Ik hoor wel allemaal schoten al. Oké, dat is lekker. Ik neem toch even die mee. En dan neem ik die SMG voor de pistol mee. Zo, oké. Ik hoor daar allemaal schoten. Oh shit, hij heeft een kill gemaakt. Dan gooien we dat even vol met nades. Nades zijn zo onvoorspelbaar waar ze terechtkomen. Ja, kerel. Dit is kut voor je, maar de... oké, hij heeft nog wel wat kunnen bouwen. Oké, ik heb niet zo heel veel bouwen, dus we moeten het even hiermee doen. We gaan gewoon omhoog. Karen, dit was nog een behoorlijke. Begin even die. Oké, ik hoor nog meer schoten. Laten we even die shields innemen. Hij heeft me nog behoorlijk geraakt, ouwe. Oeh, dit is een nieuwe SMG. Volgens mij is dit een nieuwe. Ja, we got hem. Oké, nice, lekker. Oké, we hebben een nieuw wapen, dat is lekker. Dan kunnen we daar even mee spelen natuurlijk. Die nemen we ook mee. Hop, hop, hop. Even deze boel reloaden. Hier nog AR-bullets. Oké, ik hoor nog meer schoten ergens. Een beetje daar vandaan. Oh, ik zie hem nu hier. Hij zit daarboven te campen. Wat ga je doen? Hij gaat zich helemaal... ik heb niet zoveel bouw, dus ik kan niet echt naar hem toe bouwen. Dus ik ga via mijn trappen die ik net heb gemaakt. Hij heeft me niet eens door. Hij heeft me niet door. Denk ik. Fuck, ik moet even wat meer bouw hebben. Krijg me echt niet door. Oké, let op, hè. Oké, nu gaan we pushen. Nou, we zitten niet meer zo heel hoog. Wat een chill wapentje is dit. Oh, ik hoorde een gek tinjong geluidje. Geef me de snipe maar. Hop, hop, hop. Oké, prima. Even al de loot hiermee. Zo, hij had behoorlijk wat. Ik weet niet of die... hij zat namelijk op iemand anders ook nog te mikken. Geen idee of er nog iemand hier zit. Dus we moeten wel even daarvoor uitkijken. Ik zie daar nog wel wat loot liggen. Maar ik ben een beetje bang dat er hier nog iemand loopt. Maar daar gaan we zo meteen achterkomen. Ja, hier ligt wel wat loot. Ik hou hier niet zo van, man. Dat ik niet echt weet waar er nog mensen... oké, dat bedoel ik. Waar zit je? Hij zit onder mij. Je moet even een clear shot op hem hebben. Wat is hij aan het doen? Ik heb niet zoveel bouw meer. Hij bouwt allemaal shit onder mij, maar... oh, slim gast. Hij zit hier. Let's go, got him. Woe, tjizie. Ik moet altijd echt goed concentreren op een... ja, om een kill te maken nu. Want je weet maar nooit met wat voor wapens ze terug gaan schieten. Nou, woe, 3 kills, lekker. Voor in Pleasant is dat nog best wel chill. Dat is dope, man. Ik heb een camouflage. Zal ik hem gewoon neergooien? Hoppa. Dan hebben we even wat... dan hebben we weer full HP'tjes natuurlijk. Dat is altijd super dope. We hebben ik ben wel tevreden over mijn loot, man. Dit is lekker. Dit is nice. We zitten ook alweer full HP. Dat is mooi. C-zone is ook niet al te ver. Oké, we hebben het wel echt voor elkaar nu, man. Lekker. Oké, dan gaan we nu even natuurlijk naar de C-zone toe. Ik denk dat iedereen nu dood is op dit moment. Dus ik denk dat we daar niet echt last meer van hebben. Ik zie daar ook een airdrop. Dan gaan we daar ook heen. Oh, de deurburger. Dat is gewoon geinig dat dit gewoon nu helemaal ergens anders staat. Ik vind dit seizoen wel vet. Alleen ik ben benieuwd wat voor veranderingen er tijdens de season in de map komen, weet je wel.
gaan er nog dingen aangepast worden? Gebeurt hier en daar weer wat? Of I don't know. Dus daar ben ik best wel benieuwd naar hoe het gebeurt natuurlijk. Vooral met bijvoorbeeld Dusty Devolt. Het lijkt nu een beetje op Jurassic World, weet je wel. Die verlaten Dino Park. Dus dat is op zich wel geinig. Ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Of het gewoon weer helemaal een vlakte wordt. En dat er die oude fabriek misschien daar komt te staan. Die nu weg is natuurlijk. Dus hey, ik ben best wel hyped ervoor, man. Ik ben benieuwd hoe het gaat veranderen. Misschien verandert er wel helemaal niks. En dan blijft het gewoon zo de hele season. Lijkt me sterk. Ik denk niet dat dat gebeurt. Maar hey, je weet me nooit. Oké, ik wil wel even wat mensen zien. Er zijn nog wel 28 man over. Dus dat is nog wel een redelijk aantal, zeg ik je eerlijk. Maar ik denk dat ze een beetje bij Tilde Towers in de buurt zitten. Dus laten we daar maar even naartoe gaan. Oké, ik zie daar iemand. Lekker. Hij hakt een boom. Hakt hij die ook? Nice. Altijd gewoon even de tijd nemen om iemand te headshotten natuurlijk. Ja, ik geef echt de tip aan jongens. Als je iemand gewoon ziet hakken... Maakt niet uit hoe lang je op die kerel scoopt. Je moet natuurlijk wel een beetje in beweging blijven. Maar probeer gewoon echt zoveel mogelijk kans te maken op die one-shot met een sniper. Want mis jij één keer met een sniper, dan is het echt bijna onmogelijk nog om hem te killen met een sniper. Daarna. Maar hey, we got him. Dus dat is wel lekker. Ik zit te twijfelen om die pump mee te nemen. Ik denk het wel. Want we hebben die SMG. Dus deze combinatie is wel lekker. Hier is de airdrop ook. Dus die gaan we ook gelijk even mee smikkelen. Weet je daar iets van een heavy shotgun in of zo? Dat lijkt me wel even lekker. Een heavy shotgun. Ik zie niet echt mensen hierop af. Ik zie daar wel wat gebouwd op Tilded. Oké, dan bouwen we dit even in. Een beetje ruk bouwen hier op Loot Lake. Dit is niet echt de bedoeling. Oké, geef me iets goeds. Een heavy shotgun. Nou, ga je vragen en zult krijgen, mijn jongen, zeggen we dan. Ligt er nog iets van bouwen? Nee. Hey, we hebben gewoon een heavy shotgun gekregen, joh. Dat wou ik gewoon hebben. Ha, lol. Wat een geluk weer, jongens. Is dit een teken dat we deze game gaan winnen? Even afkloppen, dan zijn we sowieso niet gejinxed. Ik zeg dat altijd, jongen. Oh, deze gear gaan we nu echt winnen. Ah, gelijk dood. Ik hoor wat schoten. Oeh, shit. Dat was ook voor ons. Dat was van ergens anders. Nou, ik ga toch maar even hierheen. Ik keer hem mijn nek. Ik hoop niet dat hij me raakt met de sniper. Dat zou verrekte irritant zijn nu. Een beetje swerven. Oké. Ik hoor hier ergens een sniperschot afgaan. Maar er zijn overal torentjes en dingen gebouwd hier. Wat een beetje ruk is. Ik zie... Wat is dat? Oh, ik dacht een shield potion was. Ik denk dat een beetje op zo'n echt de hoogste gebouwtjes mensen nog zitten. Nou, daar is wel wat gebouwd. Hier ligt nog wat hout. Dat wil ik wel even meenemen. Tilde Towers, ik vind het altijd een beetje een plekje waar je denkt van... is het handig om daar te komen in midgame? We hebben alleen traps. Er is ook geen bouncers. Daar is ook iemand van naar beneden gebouwd. Ik ga maar gewoon een gokje wagen dat... Of hier iemand zit. Ik hoor niemand. Oké, ik hoor nu weer iemand achter me. Ik loop net hierheen en zit er weer iemand achter me. Oké, we gaan weer terug. Dat was een Tommy Gun waar hij mee schoot. Dus ey, dat is op zich best wel een wapentje om tegen te hebben. Is best wel ruk. Oeh, dat was echt een lekkere hit. Hij zit hier binnen. Ik wacht een beetje op enemies. Oh my god. Wat deed ik hier? Ik sprong zo? En ik ging door het raampje heen, hè? Kan dat? Hoe deed ik dat? What the fuck? Ik zit echt met... Ik klom... Oh wow, dat ging echt per ongeluk. Ik klom gewoon door het raam heen. What the fuck? Oké, dat was heel apart. Wat de hel? What the hell? Ik heb direct ouwe. Damn, ik heb werkelijk geen idee hoe ik dat deed. Wat een sluipmanier was dat, jongen. What the fuck? Oké, ik heb nog 1 minuut en 20 seconden om voor de storm weg te gaan. Ik heb een medkit, dus dat red ik denk wel. Alleen, ik hoorde hier nog even een fight. What the fuck? Waar zit deze guy? Daar, got him. Shit, die had raak moeten zijn, die sniperkogel. Ik raak hem niet, man. Fuck, sorry. Ik ben fucking weak.
Ik moet hem snipen ofzo. Doe nog een keer. Oeh, die kogel ging zo close. Ik ben weak, maar als die storm komt ben ik sowieso dood. Kut, waarom schiet mijn wapen niet? Oké, ik moet de dingen innemen, medkit. Dan moeten we gaan rennen. Fuck, ik hoop niet dat hij snel gaat. Oké, hij gaat heel snel. Oké, we gaan naar beneden. Shit, hij heeft ons gezien. Dit is de kut. Oh, benches. Please laat het te veel zijn. Oké, prima, perfect. Nee, oh, ik switch te snel van mijn sniper naar mijn AR. Waardoor die blokkeert, dus ik kan niet schieten. Shit, sorry. Ik ben een beetje bang dat hij gaat schieten op mij in de storm. Maar we hebben benches, dus ik hoop... Oh my god, dat is best wel ver nog. Oké, die kerel gaat hier sowieso naar beneden. Dan zitten wij nu high ground op hem. Ik moet hem op een of andere manier proberen te killen ofzo. Dat bedoel ik. Perfect. Zo perfect kan het gewoon... Dit was perfect. Oké, ik zit te twijfelen. Zal ik die minishots innemen? Ik denk dat we dan doodgaan. Ik laat die minishots achter. Het kost alleen maar tijd. Ik neem even dit mee. En we vertrekken. Ik hoop zo erg dat we dit redden. Kut, step alsjeblieft, gozer. Waarom kan ik hier niet steppen? Oké, dank je. Jongen, al die heuvels op. Daar word ik gek van, gast. Dit gaan we niet redden, denk ik. Kom op, rennen. Het gaat per twee. Steppen, vriend. Oh my god, ik word hier gek van. Oké, stop. Kut, ons karretje rijdt er vandoor. Nee. Dag eraan. Blijf stilstaan. Gozer, alsjeblieft. Doe ons dit niet aan. Oké, ik gooi nog een bandage. Ik zit heel erg te concentreren nu. Ik ga gewoon uitrennen. Ik denk dat de steppen juist slomer gaat. We hebben nog veel bandages. We zitten er echt tegenaan. Ik zit echt legit te stressen. Ik vind het doodeng. Oh my god, als we dit... Oké, okay, kom op. Daar is een lijpe fight gaande, jongens. We zijn fucking low. Oké. Okay. We hebben het overleefd. Woe! Foe, stress gek. Oké, het is heel kut dat er gewoon legit geen shield, bouwmateriaal, alles is op. Dus daar zitten we nu wel echt mee. Dus ik moet echt heel erg sneaky en sluw nu gaan spelen. Anders gaan we het denk ik niet redden. Daar was net wel een lekkere fight gaande. Maar ik denk niet dat ik daar mee aan moet doen nu. Ik kan er niet eens aan meedoen. Ik heb niet zoveel bouw. Geen idee wat die guy daar deed. Oeh, shit, hij heeft me gezien. Ik ben met één sniper... Hier ben ik gewoon bijna weg, hè. Dus ik durf dat allemaal niet te doen. Kom op, laat... Oh, ik vind het in huisjes lopen ook gewoon echt niks. Oké, hij is gevallen. Oké, hij loopt daar. Zie je hem? Ik moet hem snipen. Waar is hij nu? Fuck, bijna. Ik zie hem niet meer. Hij zit achter dit heuveltje nu. Dat was een lekkere hit. Lekker. Nu pushen we hem. Dit meen je fucking niet, gast. Oké, ik heb twee medkits weten te bemachtigen. Waarom had hij
Die kerel, ik snapte hem niet. Hij had bouncers en een fucking launchpad. Waarom ging hij niet gewoon dat doen? Oké. Oké, 4 mag hij mee. Ik ben one shot. 1 scar hit en I'm dead. Dus ik moet heel snel even ergens zien te healen. Oké, ik zit hier safe. Mooi. Oké, ik gooi die medkit. Die kampvuurtje bewaar ik. Ik heb er 2. Dat doe ik puur voor als ik in de fight zit, heb ik niet de tijd meer om een medkit te gooien. Dat is een tip van mij naar jullie. Gebruik dan je kampvuurtjes in fights. Dus gebruik ze niet als je bijvoorbeeld een medkitje of zo hebt. Ik zie daar een airdrop. Ik denk dat ik daarvoor moet gaan voor shields. Nee, zit er een grote pot in of wat minis. Gewoon iets. Oh, ik zat even aan mijn neus te krabben, hè. Zag jullie dat? Oh, wat doet hij? Oh, hij schiet... Wat is die aan het doen? Oké, hij is niet de beste, maar ik schrok me er toch te pleuren, jongen. Oké, ik ga hem pushen. Let's go. Hij heeft geen shields, fuck. Oké. Toch weer een guy minder. Let go. Woe! Ik schrok me echt dood van die sniper guy. Of die sniper schot van hem. Oké, ik heb niet echt heel wat hout. Ik heb eigenlijk bijna niks. Oké, er moet hier even wat goeds in zitten. Kom op. Ik tril echt. Waarom heb ik dit opeens? Ik heb dit nooit. Oeh, dit is wel heel leuk. Oké, we nemen die mee. Laat het heavy achter. Heel even aan het concentreren, jongens. Oeh, als hij me snijpt uit de lucht, gek. Get out of here. Dat is de laatste. Fuck, ik heb heel weinig bouw. Ik kan die kerel ook daar niet meer looten. Ik heb geen shields, niks. Nu komt het erop aan, jongens. Oh my god. Oh god, nee. AUB gewoon niet. Ik kom daar neerzetten, kom op. Ik vind het dood aan, jongens. Hij weet niet meer. Hij denkt dat ik daar nog ergens zit. Ik heb een hekel aan die grenade launch, jongens. Want dat gaat me echt met dood worden. Ik heb fucking... Oh my god. Ik heb 3 fucking dingetjes wat ik kan bouwen. Oh fuck, wat open. Wat open dit. Hij zit daarin, of niet? Ik heb gewoon niks om te bouwen. Oh, wat. 1 klap. Oh my god, daar was ik dood geweest. I'm fucking dead, jongens. Helaas, 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 jongens. Oh, wat kut. Oh my god, jongens. Helaas. GG voor deze guy. Het was gewoon puur dat wij deze niet konden winnen, omdat we geen bouw meer hadden. Helaas. Oh, wat shit, ouwe.
Het was wel echt een spannende game. Dat was insane ziek. Helaas jongens, we hebben wel 10 kills gehaald. We zijn wel tweede geworden dood, dus dat was super ziek. En die raamtactiek nog in Tilted Towers. Mindblowing gewoon. Hey, en een reward. Zijn we nou level op? Ja, hij... Hey! Ha, mooi dansje. Die is sick. Hey, zijn ook weer toch weer level up geraakt. Nou jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet zeker een duim omhoog te doen als je dat natuurlijk vond. Vergeet ook niet zeker te abonneren op mijn kanaal. Dat zou super sick vinden. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later.